Ik ben Erik Olijnsma en ik ben modelbouwer. We zitten hier in het Hoge Noorden in Friesland in mijn modelbouwkamertje. Ik ben gestart met modelbouw toen ik kind was. Ik denk een jaartje of 6, 7. En af en toe er wel mee bezig geweest. Pas sinds, ik denk 12, 13 jaar terug, dat toen mijn hobbyauto de schuur in ging, dat ik een andere hobby erbij moest hebben, dat ik deze hobby weer heb opgepakt en iets serieuzer ermee bezig ben gegaan. Kleine modellen. Ik heb nog één of twee van die modellen van vroeger heb ik nog liggen. Dat ziet er gewoon niet uit. Maar als klein kind ben je gewoon blij met wat je hebt. Je plakt het in elkaar en je hebt het resultaat. Ja, en dat is later is dat gewoon weer verder gegaan. Ik heb momenteel denk ik rond de 550 modellen omgebouwd liggen. Waarvan een groot gedeelte grote schaal is. Dus 1 op 12 en 1 op 8. De nadeel van modelbouw is dat je koopt sneller dan dat je bouwt. Dus je bouwt sneller een voorraad op dan dat voorraadje ook daadwerkelijk in de vitrines verschijnt. Dus ik denk dat ik beneden misschien tussen de 50 en 100 modellen in de vitrines heb staan. Dat zijn toch wel de pochenmodellen. Waaronder mijn Bugatti, mijn Ferrari F40, die ligt naast mij. Dat zijn toch modellen die je vrij moeilijk kunt vinden voor een normaal bedrag. Het zijn niet de allerbeste modelbouwdozen. Maar het is, ze zijn enorm uitdagend en behoorlijk gedetailleerd. Je kan met wat goede moed, heel veel tijd en doorzettingsvermogen daar ontzettend leuke dozen van bouwen. De laatste. Dat is mijn 59 Mercury met special paint. Die zit alweer heel mooi strak in zijn lak. De details zijn goed uitgevoerd. Het zit allemaal lekker netjes in elkaar. Maar bij modelbouw is toch vaak het laatste model de mooiste. Maar ook tevens direct weer de oefening voor het volgende model. Dus omdat het een... hoe gaan we dat heen noemen? Het is een praktijkhobby. Dus je krijgt oefening door het te doen. Dus elk model heb je, bij elk model heb je meer ervaring. Je hebt betere hulpmiddelen tot de beschikking. Dus het resultaat kan ook weer mooier worden. Dat is bij automodelbouw toch een van de moeilijkste dingen. Om een model goed strak in de lak te krijgen. Dus vooral veel geduld te hebben. Rustig de laklaag op te bouwen. Ik gebruik daarvoor mijn spuitcabine en airbrushjes erbij. Verschillende airbrushjes voor verschillende doeleinden. En de lak is gewoon heel belangrijk. En het rustig opbouwen van die laklagen. Ik ben een modelbouwer die graag doet wat je zelf wil doen. Dus ik bouw soms een model richting wat de doos aangeeft, wat origineel is, hoe het zou moeten zijn. En soms bouw ik een model compleet om naar hoe ik het zou willen zien, waar ik zin in heb, waar ik behoefte aan heb. Dan doe ik gewoon weer mijn eigen dingetje. Vooral op beurzen, soms via verkoopsites, maar het zijn toch vooral de beurzen geweest waar je heel veel modellen kunt vinden voor schappelijke prijzen. Niet meer. Ik heb nou van alle pochmodellen minimaal één chassisvariant. Dat was toch mijn ultieme goal om van elke chassisvariant minimaal eentje te hebben. Van de Tamiya 1 op 12 modellen heb ik ook de modellen die ik zou willen hebben. Dus ik ben klaar. Op dat gebied. Kijk, er zullen nieuwe modelbouwdozen zullen er weer op de markt komen. Er zit leuk spul tussen. Maar mijn ultieme goal, ja, die heb ik inmiddels liggen. Ja, mijn goal is om de dozen die ik koop, daadwerkelijk ook te bouwen. Het bouwen van een model, dat varieert. Wij doen wel eens voor de leuk een 24 uur modelbouw evenement. Tijdens de Le Mans, dan bouwen we 24 uur een volledig model, van A tot Z. In de regel, een 1 op 24 model bij mij, doe ik ongeveer een maand over. Een 1 op 12, 1 op 8 model, dat is een grote schaal. Dat doe ik toch al gauw een jaar, soms wel langer over.
Ja, het bouwen van die grote modellen kost gewoon veel tijd. Er zit veel tijd, werk in het afwerken van zo'n model. Alle kleinigheden die vallen veel meer op bij een grote schaal. Dus je moet wel meer tijd besteden aan het afwerken van een model. Wees vooral niet te kritisch in het begin. De modelbouwhobby is een geduldhobby. Het is een concentratiehobby. Het is ook een hobby waar je ervaring in moet ontwikkelen. Dus de eerste modellen zullen nooit perfect zijn. Ga jezelf daar ook niet te veel op afrekenen. Ik heb dat in het begin ook wel gedaan. De lol van een hobby vergaat dan heel snel. Het lukt niet zoals je wil. Er is geen lol aan. We gooien het in de hoek en we zien er niet meer naar om. Maar het is een hobby die je moet oefenen. En elk model is weer een oefening voor de volgende. Waardoor je dus die ervaring kunt opbouwen tot mooie modellen. Ik hoop dat mijn voorraad minder zal zijn. En de gebouwde modellen wat hoger zal zijn. Maar dat hangt natuurlijk van de beschikbare tijd af. En wat er dan intussen er weer bij gaan kopen.